Ja, top. Het is mooi weer uiteraard, maar het is tof dat de kinderen dat hier kunnen doen. Veel kansen zijn niet, dus ik ben heel dankbaar daarvoor. Goede organisatie. Vandaag is de kermiskoers Hulst. We gaan een dikke bandenrace houden voor een groot aantal kinderen. En vanmiddag hebben we het Omnium. Maar dit is eigenlijk onderdeel van de hele wielerweek, wielerweek Hulst. Wij hebben verschillende activiteiten heel de week door. Dus we zijn vorig weekend al begonnen met het Hulsters kampioenschap. Dat werd georganiseerd door de TC Hulst. En daarna hebben we clinics gegeven op alle basisscholen in de gemeente Hulst. En afgelopen donderdag en vrijdag is er door de Jumbo-Visma truck geweest op de middelbare scholen. En nu is eigenlijk de apotheose van de week met dus eerst de dikke bandenrace en dan het Omnium. We gaan richting de 100 inschrijvingen bij de dikke bandenrace en bij het Omnium vanmiddag tussen de 40 en de 50. En wel heel leuk, de allerjongste, want ze zeggen 2 jaar, kunnen ze nog niet fietsen. Dat kan wel op loopfietsjes, dus dat is wel heel schattig om te zien. Derde is volgens mij. Ik hoop het straks voor Girano. Zesde. Hopelijk de winst. Waarom niet? Waarom doe jij eigenlijk mee vandaag? Ja, ik zit zelf op mountainbiken en ik vind het gewoon heel leuk. Bij de allerjongste is het eigenlijk langs de grote markt, heen en terug, tot aan de korenbeurs, om het zo maar te zeggen. En de oudere kindjes die gaan om de basiliek heen. Ik dacht eerst... Graanzijsje. Ik ging vroeger... Ja, dan krijg je een mooie medaille. Toen ging ik gewoon tempo rijden en op het laatste was ik helemaal kapot. Al bij al zijn we 1,5 uur bezig, maar we hebben 7 categorieën. En iedere categorie doet iets meer rondjes. Dus iedere wedstrijd zal ongeveer een minuutje of 5 duren. Ligt er voor de winnaar nog iets in het verschiet? Ja, een hele mooie medaille. En natuurlijk eeuwige roem.